Ja, Eloy, je eerste thuiswedstrijd weer in Gelredome. Ik denk dat je die misschien iets anders had voorgesteld. Ja, tuurlijk wil je winnen. Maar ik moet zeggen, ik ben wel trots op het team. Hoe we gespeeld hebben. Het PSV wel lastig gemaakt. En nog wel veel kansen gecreëerd eigenlijk. Ja, moeten we eigenlijk wel één of twee bijscoren. Niet gebeurd, maar ik denk dat ondanks het verlies wel vertrouwen kunnen halen uit deze wedstrijd. Want we hebben gewoon, ik denk, een van de beste ploegen heel moeilijk gemaakt. En toch veel gecreëerd nog. Een les voor ons. Op dit niveau worden de kleine dingetjes afgestraft. Maar ik denk dat we wel gewoon trots kunnen zijn op deze eerste thuiswedstrijd. Ja, trots, want je speelt echt een fantastische eerste helft. Eigenlijk verzuim je om met 2-3-0 de rust in te gaan. De tweede helft is nog iets minder. Misschien een wedstrijd van twee verschillende gezichten? Ja, moeilijk. Kost natuurlijk ook veel kracht de eerste helft. Bij iedereen. Dus dat, dat doet ook mee. Ja, de tweede helft werd iets lastiger. PSV ging iets meer gas geven. Daardoor hadden we het moeilijk, maar ook tweede helft hadden we weer wat kansen gecreëerd. Dus met een beetje geluk scoorde je en dan wordt het ook een hele andere wedstrijd. Dat gebeurde nu niet en dan weet je dat gewoon zo'n ploeg als PSV natuurlijk daar gewoon goed mee om kan gaan en goed onderuit gaat voetballen. En toen werden de ruimtes wat groter tussen de linie, met name op het middenveld. Ja, en dan zie je de kwaliteiten van PSV en alsnog, einde van de wedstrijd ook nog wat kansen. Dus ik denk dat we daar wel gewoon echt vertrouwen uit kunnen halen en ook van kunnen leren. En dat we zo'n ploeg toch lastig hebben gemaakt. En complimenten naar het team. Natuurlijk geen drie punten, maar ik denk dat we wel komen gaan. Dat komt goed. Hoe kijk jij nou terug op je eerste op je rentree in Gelredome? Ja, goed. Ja. Wel fijn om weer thuis te zijn. Voelt toch een beetje dubbel gevoel om weer in het stadion te spelen. Dat is lang geleden. Maar toen het fluitsignaal kwam, toen was het allemaal weer vertrouwd. En, ik heb genoeg wedstrijden gespeeld in het stadion. Maar het is altijd fijn om weer terug bij de supporters achter me te hebben. Het is gewoon heel fijn om hier te spelen en daar ben ik blij om hier thuis in staat te zijn. Ook twee debutanten, Egbring en Van Zwam. Ben je daar ook trots op? Ja, zeker. Jonge jongens. Hebben het heel goed gedaan, hele voorbereiding al. Dus ook wel echt verdiend. En ook als je dan ziet dat ze in zo'n wedstrijd erin komen en toch zich staande houden, dat is een compliment naar hun. Maar eerlijk gezegd verbaast me dat niks, want ze zijn gewoon goed bezig. Dus het is gewoon goed voor ze. Vol met vertrouwen richting AZ? Ja, zeker.